Hoi, ik ben Michael en we gaan vandaag huisgemaakte kroketten en bitterballen maken. Waar je op de wereld bent, kan altijd. Dan ben ik niet zo chauvinistisch. Ik heb in Venezuela gewoond, in Spanje. Maar toch altijd weer die hunkering naar bitterballen, kroketten, rundvlees, kroketten en bitterballen. Wat hebben we nodig? Ongeveer 500 gram rundvlees. Dan hebben we nodig 1 liter water. Dan gaan we de rundvlees in stoven, minimaal 3 uur, zout, peper, nootmuskaat, 50 gram boter en 60 gram bloem, daar maken we een roux van, en eiwit en paneermeel. En uiteindelijk frituurolie, zonnebloemolie, frituurpan. Mag helemaal zelf weten, ik doe het meestal in zonnebloemolie, vind ik lekker. En dan gaan we de kroketten en bitterballen frituren. Maar eerst het vlees snijden. Je snijdt het rundvlees in blokjes. Zorg dat je mes goed scherp is. Snijd allemaal een stuk makkelijker. Dus dit stoof ik gewoon mee. Als je het er later uit wil halen, haal je het er lekker weer tussenuit. Kom je allemaal weer tegen. Dit is een mooi stuk runder riblap uit Ierland. Maar natuurlijk prima koeien in Nederland. Dus die kan je ook prima gebruiken, maar Duitse koeien vind ik ook mooi. En in Frankrijk staan ook prima koeien. En die blokjes, die gaan we een beetje aanbraden in een braadpan. Daar doe je een klein beetje zonnebloemolie in. Een beetje aanbraden. Mooie braadpan. Dan doen we wat olie in. Gewoon zonnebloemolie. Vuurtje stoken. Maak het even goed heet. Vervolgens gaan we het vlees aanbraden. Heel eventjes maar. De blokjes vlees zijn een beetje aangebraden. Daar doe je 1 liter water bij. Zetten het vuur laag. Deksel erop. Een heel klein kiertje. We laten het ongeveer 3 uur stoven. Zorg dat het niet droog kookt. Kijk af en toe eventjes. Mag best een beetje husselen. Giet er anders een beetje water bij. Is helemaal niet erg. Krijg je lekkere bouillon van. Kijk, uiteindelijk hebben we ongeveer 400 ml bouillon nodig. Om de kroketten en bitterballen te maken. Na ongeveer 4 uur heb ik hem laten staan nu. 3 tot 4 uur dus. 4 uur. Nou. Is het vlees klaar. En gaar. Haal het uit de pan, want we gaan dit zo meteen uit elkaar trekken tot draadjesvlees. Kijk, die stukjes vet die kan je er tussenuit halen zo meteen. Maar die zijn in ieder geval meegegaard. Als je ervan houdt, eet je het lekker op. Pak een schaal. En dan gieten we de heerlijke bouillon in. Nou, met de bouillon gaan we straks verder. Ook met de pan. Dan gaan we straks de roux in maken. En nu verder met het uit elkaar trekken van het vlees. Neem 2 vorken. Het is een geduldig werkje. Een soort bezigheidstherapie. En uiteindelijk krijg je heerlijk draadjesvlees. Kan niet machinaal, jawel. Kan, maar ik zou het gewoon lekker zo doen. Zoveel is het nou weer niet. Mooi hè? Smelt 50 gram boter. Roomboter, maar roomboter is allemaal hetzelfde. Maakt niet uit, goedkoop, duur. Is allemaal hetzelfde.
smelt 50 gram boter in de pan weer. Nou, het vlees gaan we straks weer gebruiken. We gaan nu de roux maken. Roux is boter met bloem. We zetten de pan weer aan. Maak hem warm. 50 gram boter smelten we in de pan. Laat het een klein beetje bruin worden. Dan gooi je daar in één keer 60 gram bloem bij en roeren. En die bloem die moet gaar worden. En dat gebeurt ongeveer in 4 minuten. Rauwe bloem is niet lekker erin, gare bloem, maar op een laag vuur. En dan gaan we bakken. We gaan de bloem bakken. Tot een mooie roux. En die roux willen we blank hebben. Het moet niet aanbranden, het moet gewoon lekker gebakken worden. Na 4 minuten is de bloem gaar. Daar giet je de koude, afgekoelde bouillon bij, 400 milliliter. Langzaam, eerst een klein beetje bouillon, steeds iets meer. En dat wordt je salpisson. En je salpisson, salpicon, zoals sommigen ook zeggen, salpicon, maakt uit. Eigenlijk is het gewoon een lekkere, dikke ragout, de basis voor je kroketten en bitterballen. 400 milliliter bouillon doen we erbij. Langzaam. Niet alles in één keer. Het is afgekoeld, hè, de bouillon. Nog wat meer. Als je de bouillon erbij doet, merk je dat je een soort ragout krijgt. Nou, zet het vuur eigenlijk uit, want het mag niet bluppen. Dat willen we liever niet. Je salpisson is klaar. Salpicon, ragout, maakt het uit. Het is klaar. Je gaat het nu op smaak brengen. Zout, peper en nootmuskaat. Doe er op zout bij. Doe er wat peper bij. En, heel karakteristiek natuurlijk, nootmuskaat. En dat wordt zometeen proeven. Roeren en proef of het smaakt zoals jij denkt dat bitterballen en kroketten moeten smaken. Beetje die nootmuskaat smaakt dus ook, hè. Mag best iets sterker zijn, want tijdens het frituren neemt de smaak ietsje af. Smaakt het helemaal zoals jij denkt, dit is de binnenkant van mijn kroket en bitterbal, dan gaat het vlees erbij. Hoeft niet alles toe te voegen, je mag zelf weten hoeveel. Vind jij een goed gevulde bitterbal en kroket heel erg lekker? Dan doe je alles erbij. Hebben ze iets van, nou, er mag ook nog wel wat ragout overblijven. Dat roer je tot het lekker gemengd is. Neem nog lekker een hap, want het is zo lekker om te proeven. En klaar is je salpisson. Nu al zo ontzettend lekker. We scheppen het over in bakjes, bijvoorbeeld van de Chinees. Dan laten we dat afkoelen. En vervolgens deksel erop, folie eroverheen. Minimaal 4 uur laten opstijven in de koelkast, maar het liefst een hele nacht. Dan wordt het lekker stijf en dan kan je het de volgende dag makkelijk bewerken. De ragout is opgestijfd. We gaan nu de kroketten en bitterballen vormen. Bakpaneermeel hebben we nodig en eiwit. Tikt een eitje. Splits het ei. We hebben alleen het eiwit nodig. 2 eieren, 2 keer eiwit in eerste instantie. Misschien heb je straks nog meer nodig. Dat ligt een beetje aan hoeveel je zelf verbruikt. Dus je tikt een eitje. We hebben het eiwit nodig. Het eigeel niet. En paneermeel. Een dag later haal je de ragout uit de koelkast. Of een paar uur later. Kijk, wil je heel snel koelen? Doe het op een dienblad. Heel plat. Dan is het echt wel in 2 uur opgestijfd.
En anders, voor de smaak vind ik ook lekkerder een nacht. Kijk. Dit is onze ragout. Salpisson, zoals het heet. We hebben alles op maat gesneden. Dit worden de bitterballen. Dit worden de kroketten. Dan weet je direct hoeveel je ongeveer hebt. Strooi een beetje paneermeel op het aanrecht. Plakt het allemaal wat minder. Kan ook met bloem. Dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. Ik heb ongeveer 80 gram salpisson. Kroket weegt tussen 80 en 100 gram. We maken het iets kleiner, want als je net begint hiermee, dan is het gewoon wat moeilijker. Je rolt hem met je platte hand. Rollen door de paneermeel, helemaal rondrollen. Mogen de zijkanten ook best even een beetje gepaneerd worden. En je vormt al de kroket. Daar is hij al. Die gaat in het badje met eiwit. Rondom, zodat hij niet leegloopt straks in de frituurpan. En ik doe hem even in het bakje met paneermeel. De tweede laag kan wat grovere paneermeel zijn. Moet je helemaal zelf weten hoe je dat wil hebben natuurlijk. En deze doen we echt even helemaal rondom. Zodat ook de achterkanten, de zijkanten helemaal goed omsloten zijn. En je mooie eigen gemaakte kroket is klaar. Nou, een bitterbal gaat natuurlijk eigenlijk hetzelfde als een kroket. Ongeveer 20 gram van de ragout. Die hebben we al een beetje gesneden. Die rollen we door de eerste laag paneermeel. En je krijgt een mooie bal. De witte bal. Met de andere hand in het eiwit. Zo hou je de handen een beetje schoon. Van elkaar. Anders zit die andere straks helemaal vol met paneermeel. Klonten paneermeel. Bitterballetje klaar. En zo ga je door met rollen en rollen. Totdat je een hele portie bitterballen hebt natuurlijk. We gaan frituren. Frituurpan of een braadpan, wat jij wil. Maar we gaan even uit van de frituurpan op 180 graden. Ontdooi de kroketten het liefst. Dan is de buitenkant lekker krokant en de binnenkant echt lekker heet. Een bevroren kroket, 175 graden, doe je ongeveer 5 minuten. Een ontdooide kroket op 180 graden, ongeveer 3 minuten. Frituren van de bitterballen. Het liefst ontdooid ook, want bevroren kan nog wel eens van binnen dat je denkt van niet helemaal warm. Maar oké, bevroren bitterballen, 175 graden, ongeveer 4 minuten. Probeer het een beetje uit met je eigen frituurpan. Ontdooide bitterballen, 3 minuten op 180 graden. We gaan de bitterballen en kroketten tegelijk frituren. Bitterballen. Kijk, als ze bevroren zijn moet je eigenlijk niet zoveel bij elkaar doen. Want dan koelt het frituurvet te veel af. Maar ontdooid, helemaal prima. Dan gaan ze. En dan zijn ze klaar. Kroket en een portie bitterballen. Klaar. Portie bitterballen, de snack de snacks en een broodje kroket. Helemaal zelf gemaakt. Heerlijk. Virtuele bitterballen. Lekker warm. Wow. Gaaf. Zo lekker. Zelfgemaakte snacks zijn zo lekker. En eigenlijk best makkelijk. Echt. En je weet precies wat erin zit. Dus je hoeft ook niet te denken van, lust ik niet. Nee, je doet er gewoon in wat je lekker vindt. Snack smakelijk.